even mooi omslaan. De sokken omgevouwen en het shirt in de broek. Clubfotograaf Ed van der Pol zorgde tijdens de fotopersdag voor dat iedereen tip-top op de elftalfoto staat. Ja, wissel jij maar even om met Owen. De elftalfoto verschilt niet veel met die van vorig jaar. Veel dezelfde gezichten en dat komt omdat er weinig transfers waren in Alkmaar. Dat maakte de zomer iets rustiger voor directeur voetbalzaken Max Huiberts. Er wordt heel snel gezegd dat dit de meest drukke periode is voor ons. Nou, laat ik zo zeggen, het is iets drukker dan normaal. Waar kunnen we nog sterker worden? Waar kunnen we versterken? Kunnen we ook de juiste versterkingen halen? Maar vooral ook heel goed om te zien, wat doen onze eigen spelers? Dat is wel heel belangrijk, dat als je de afweging gaat maken, een speler halen of een speler doorschuiven, dat je ook goed weet wat het niveau natuurlijk is op dat moment van je eigen spelers. Shirtjes in jullie broek, alsjeblieft. Jullie ook, hè? Omdat we de groep grotendeels bij elkaar hebben gehouden, dat wij met een jaar extra ervaring voor de meesten, dat we ook in staat zijn om beter te presteren met dit team. En ik denk dat deze jongens allemaal goed hebben gezien dat er ook nog wel meer in zit dan het afgelopen seizoen. Wat toch wel af en toe wisselvallig was. We hebben het geluk gehad dat er heel weinig spelers zijn weggegaan. Eigenlijk alleen met Adam en Mats zijn de twee basisspelers vertrokken. En dan is het misschien wachten op één of twee spelers waarvan wij denken dat ze ons kunnen versterken, die we erbij kunnen halen. Maar het is niet noodzaak om in eerste instantie te kunnen presteren, want we hebben op dit moment gewoon een hele goede selectie staan. En die goede selectie kreeg afgelopen week versterking van Jordi Klaasie. De 28-jarige middenvelder komt over van Southampton. In Engeland was zijn situatie uitzichtloos en daarom is de oud-Feyenoorder blij met zijn nieuwe kans bij AZ. Ik heb al enige tijd contact met de trainer. Ik geloof al een week of 4 of 5. Ja, maar jullie hadden gebeld, hè? Ja, klopt, ja. In principe, ja, de media pikte eigenlijk het nieuws heel vroeg op. En eigenlijk is het toen heel lang stil geweest, omdat de onderhandelingen moeilijk verliepen. Maar het voelt goed. De club heeft vertrouwen in me. En dat is iets wat ik erg waardeer. En daarom ook dat ik graag deze keuze heb mogen maken. Klaasie en alsnog 2-1. Jordi Klaasie. Ik denk dat over de voetballer Jordi Klaasie, dat we het er allemaal over eens zijn dat het gewoon een speler is met heel veel kwaliteit. Wij vonden ook nog steeds dat wij... Dat wij ook een speler nodig hadden nog met heel veel kwaliteit. Die ons goed kan helpen om die selectie echt op sterkte te brengen. Ze ook nog, hé. Ik heb dit. We hebben goede maten. Ze gaan met me aan de slag de komende weken. Ik heb natuurlijk geen wedstrijdritme nog. Nee, want hoe fit ben je? Qua trainingsfit ben ik fit, maar wedstrijdfit natuurlijk is weer een stukje anders. Dus daar heb ik natuurlijk ook met name met de trainer en met de medische staf over gesproken. En daar gaan we deze week ook zeker over spreken. Dus ik hoop snel. Dan misschien wel een van de meest opvallende transfers uit de Alkmaarse geschiedenis. Op 20 juni arriveerde Yukinari Sugawara op Schiphol. Sugawara is een 19-jarige Japanse verdediger en wordt gehuurd voor 1 seizoen met optie tot koop. Je liep net het stadion binnen. Wat kreeg je voor een gevoel? AZ のために自分が走ってる姿、戦ってる姿が想像できましたし、あの赤いユニフォームを着て早く勝利したいなと思います。We hebben nooit eerder een Japanse speler gehad, maar mijn beeld was sowieso dat ze altijd vrij introvert zijn en van de kat uit de boom kijken zijn. Maar ja, ik moet zeggen, Yuki is een extraverte jongen, is heel erg aanwezig in de groep op een hele leuke manier. Daarnaast als voetballer vind ik het een atleet. Hij is heel snel, hij is heel bewegelijk, hij heeft een hele goede techniek. Dus hij heeft heel veel voorwaarden om een hele goede voetballer te worden. En het is aan ons de komende weken, maanden om hem te begeleiden. Om hem zo snel mogelijk te laten wennen aan de manier waarop we hier willen spelen. Zodat we hem ook snel in kunnen zetten. Daar tegenover staat het vertrek van basisspelers Mats Seuntjes en Adam Maher. Maher in de korte hoek is het dan toch beslist. Heerlijk doelpunt van Adam Maher. Vooral het vertrek van Maher was een bittere pil. Nou ja, dat was natuurlijk best wel verrassend. Omdat niet alleen bij mij, maar ook bij heel veel andere mensen was aangegeven dat hij graag wilde blijven. Dus wij zaten midden in het proces van onderhandelen met elkaar. Ja, en toen kreeg ik het nieuws dat uiteindelijk hij de stap ging maken naar Utrecht. Zo be het, zijn keuze. Toen die beslissing was gevallen, heb ik me daarna ook verder niet meer druk om gemaakt. Omdat wij zijn bezig met de toekomst. En daar maakt op dat moment Adam geen deel meer van uit. Snap ik, maar heb je dan achteraf van misschien had het toch iets anders moeten doen? Nou, maar achteraf ga je dat soort dingen analyseren. En dan kan je altijd zeggen dat je dingen anders had moeten doen. Dat is niet zo raar. Oké, mannen.